tram 891. Mij de bijnaam Bloedneus vanwege zijn reerde vakhand komt van de morgen in Oosterhout. Het te plak zetten op zijn eindbestemming door tal van vrijwilligers had nog heel wat in. Naar buiten. Naar buiten. Ja, hierheen. Oké. Ja. Dat is geweldig, hè? Geweldig. Dat beetje stuurwalskus hebben we nodig. De tram is in 1948 gebouwd en had in 1983 tjensdien in de binnenstad van Amsterdam. Nu stond er wijd Ruskin in een opslagloods. En dat ging ik gewoon leerfavers in overhouden aan het hert. Het verviesmuseum dat Sini Lien opgejocht is door oud buschauffeurs, rekken in peteer met de eigenaars en hoefde uiteindelijk alleen nog het transport van haast 900 euro te betalen. Dit was voor u een enorme droom in feite, die dus werkelijk iets worden is. Er zijn een honderdtal van in Amsterdam gaan rijden. En dit is het laatste exemplaar wat we hier hebben. De installaties zijn wel zwier, hè? Dat ging heel zwier. Ik vond het heel erg spannend, maar het is heel goed gekomen. Het tiental oude bussen bloot nevens Oudhuis de haatzaak van het museum, dat zonder subsidie draait en ook goed 2000 bezoekers in het hier loopt. Dus, Drent Lambrechts, stiekem van meer. Ja! Ja, dat is hem. Hartstikke mooi. We hebben een stuk grond hier liggen, naar de Vaandelsbelt, waar de eerste 50 jaar niet gebouwd mocht worden. Maar wel een terrein is waar dus een trambaan neergelegd kan worden. En waar dus ons erfgoed, want er staan 25 trams in Noord-Holland opgeslagen, die zouden we dolgraag hier naartoe willen halen. Hij moet eerst maar even dromen. Laat hem maar even dromen nog. We zien wel hoe het komt. De tram zal takkem simmer van binnen en boeten opknapt worden. Dat bedienen met help van GGZ-cliënten die het bij het Verviersmuseum een reïntegratieplak hebben.